In het dagelijks leven is ze directrice van basisschool Triangel in Lelystad. Maar in haar vrije tijd doet ze een sport die vaker door mannen wordt beoefend. Bernadette Bosman uit Lelystad is bakkenist in een zijspanmotor. Ze is nog niet zo lang bakkenist, maar de liefde voor de sport gaat heel ver. Samen met Reinoud Gelijns uit Assen doet Bernadette Bosman mee aan het Nederlands kampioenschap. Verslaggever Joris Kreugel en cameraman Mladen Vegic zochten haar tijdens een training in het Groningse Eemshaven op. Bernadette Bosman is met een oude legerwagen samen met de man veel te vinden op circuits. Bernadette, die al de nodige ervaring heeft als motorrijdster, is sinds kort een bakkenist. En een bakkenist, dat is iemand die ervoor zorgt dat de rijder goed de wielen op de grond houdt, zodat de zijspan niet kantelt. Een vrouw in een typische mannenwereld? Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat het onbekend maakt, onbemind. Ik denk dat vrouwen heel goed kunnen passen in de motorsport. Is het niet moeilijk dan om je daar staan in te houden? Nee, ik denk het niet. Ik denk als je gewoon gedraagt en het is een hele sportieve sport. Dus net als elke andere sport kan je dat prima doen. De zijspansport zat de afgelopen jaren in een dip, maar tegenwoordig gaat het weer de goede kant op. Het is ook een klein wereldje waar de rijders tijdens de wedstrijd elkaars concurrenten zijn. Maar na de wedstrijd is iedereen weer één. En om goed te kunnen presteren binnen deze tak van sport ben je van een hoop zaken afhankelijk. Motorsporten doe je normaal alleen, je zit alleen op je motor. Maar in de zijspanwereld is het heel belangrijk dat je elkaar helpt. Want een zijspan koop je niet kant-en-klaar in de winkel. Die moet je zelf in elkaar zetten. Dus de rijder heeft meestal een goede monteur en een zijspanpassagier. Dus dan ben je al met z'n drieën. En daarnaast zijn er nog allerlei andere mensen die ervoor zorgen dat je kunt rijden. Niet alleen de sponsors, maar ook de mensen die zorgen voor het natje en het droogje. Dus een echte teamsport waar je het alleen niet af kan. Hoe hard gaat die precies? Dik 200. Het is soms moeilijk vast te stellen omdat je niet echt de tijd hebt om op de klokjes te kijken. En er zit ook niet een kilometerteller op zoals op de straat. Ben je nooit bang? Nee, daar heb je helemaal geen tijd voor. Nee. Als je toch met enorme snelheden gaat en soms als het regenachtig is. Ik denk dat de snelheden het probleem niet zijn. Het moeilijkste zijn de bochten. Het afremmen, het accelereren, dat zijn de spannende momenten. Maar bang is, dan zou ik... Als ik bang was, zou ik het niet doen. Waarom heb je gekozen voor Bernadette als bakkenist? In eerste instantie omdat het toch wel heel belangrijk is dat iemand echt die goed leerzaam is. Die zegt van ik wil het goed leren en die er ook een boel voor ogen hebt. Dat is heel belangrijk. Het is wat Bernadette al zei, het is een teamsport. Dus ze moeten gewoon volledig tegenaan gaan. Met een hele hakje moest ze geven onderweg. Maar jullie kennen elkaar nog niet zo heel goed, hè? Nee, maar de eerste indruk is toch vaak heel belangrijk en ze is goed enthousiast. Hoe vaak moet je er nou eigenlijk voor trainen? Ik moet er flink voor trainen. Ik train 5 dagen in de week. Conditioneel en ook intervaltraining. Kracht en snelheid. Wat is nou het mooiste van deze sport? Het allermooiste is de sensatie van snelheid als je optrekt. Als je weer afremt, dat hele gevoel en het uithangen in de bochten. Dat is echt helemaal te gek. Ja. Naast bakkenist ben je ook onderwijzeres. Hoe combineer je dat nou eigenlijk? Nou, in mijn werk is het heel belangrijk om goed te kunnen organiseren. En dat kan ik dus vrij goed. Het is wel eens krap. Je moet wel eens één voor het ander laten. Maar als je het goed organiseert, is het goed te doen. En hoe kijken de kinderen tegen de snelste onderwijzeres in Flevoland aan? Ik vind het heel erg geweldig. Altijd heel veel belangstelling als je in de krant bent geweest of een wedstrijd hebt gehad. Vinden ze echt, komen ze allemaal springend op je af. Ja. Heel trots op, ja. Heb je dan ook een bepaald doel? Nou, mijn grootste doel is gewoon lol hebben in het leven en helemaal met motorsport. Dat is echt mijn grootste doel. En op den duur wil ik ooit een keer op de Eiland Man racen. Waarom? Nou, normaal is een race 20 minuten. En op de Eiland Man is het 6 rondjes van 60 kilometer. Dus...